De spoorlijn naar Hoek van Holland kent een lange en bijzondere geschiedenis. Het traject met de stations Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werd geopend in 1891. Het gedeelte richting Hoek van Holland volgde 2 jaar later. Van stoomtreinen tot en met moderne sprinters. Alle treinen hebben hier gereden. We hebben met name bij reizigers en ons personeel gevraagd: kom met leuke, mooie verhalen over die lijn en met mooie foto's om zo een fototentoonstelling te bouwen. Want dat heeft deze lijn wel verdiend. Een belangrijk onderdeel van deze spoorlijn was het vervoer van de reizigers van en naar de stoomschepen in Hoek van Holland. Dat was belangrijk voor het scheepvaart van de maatschappij Zeeland, onder andere wat nu de Stena-lijn is. Die kwam uit Londen en de mensen die daarop zaten, die moesten doorvervoerd worden door heel Europa. En dat vond toen in een heel kleinschalig plaats en dat is steeds groter geworden. Tot zelfs in de jaren 60 kreeg je de internationale treinen naar Scandinavië, Moskou, Zwitserland, verder zelfs nog tot aan Istanbul toe. Doordat het vliegverkeer steeds goedkoper wordt en door de opening van de kanaaltunnel komen er steeds minder internationale treinen naar de Hoekse lijn. In 1993 vertrekt de laatste buitenlandse trein uit Hoek van Holland, maar de herinneringen zijn er nog steeds. De Orient Express die begon hier, dat was 125 jaar geleden ongeveer. En dan later ook de boottreinen naar Moskou toe. En toen was het dus mogelijk om van Hoek van Holland bijvoorbeeld naar Vladivostok te gaan met 1 overstap en dat was in Moskou. Dus dan kon je 8 tijdzones met 1 overstap kon je overbruggen. Nu rijden er dus vooral treinen voor forensen en strandgasten. Op 1 april is dat ook verleden tijd. Maar dan zijn er altijd nog de foto's en de videobeelden.